Als je op een gegeven moment geraakt wordt met het virus, gestoken wordt, dan raak je het niet meer kwijt. Meestal als mensen één keer naar zo'n concert zijn geweest, dan denken ze van, oh, is dat jazz? Dat is toch eigenlijk wel leuk. We hebben eigenlijk een beetje van alles gespeeld. Een beetje funky stuff en dan ook jazz. In het kort, ik ben wel in Nederland geboren en ik heb hier ook conservatorium gedaan en in Nederland. En toen was ik zo nieuwsgierig naar hoe de jazz in New York, waarom al die mensen zo goed zijn, dat ik er zelf maar naartoe ben gegaan. En van alles meegemaakt en cd's gemaakt en getoerd. Nou ja, voor jazz is natuurlijk New York wel een beetje het mekka. Dus er is gewoon, als je echt bij de bron wil zijn, dan moet je daar zijn. Nou, wat ik eigenlijk met de muziek nog wil, is ten eerste dat ik gewoon altijd kan blijven spelen, want het is altijd een soort challenge of een uitdaging. Daarnaast heb ik ook een hele drang om zeg maar met de uiten en de mooie muziek die ik maak, hopelijk komt dat aan bij mensen. Het is niet mijn doel om meer erkenning te krijgen, dat kan je ook niet opwekken, denk ik. Als je nou niet zo denkt van nou, ik hou niet zo van jazz, dat gepriegel, dan moet je een keer gewoon stil zijn en luisteren en goed, gewoon echt even tijd voor nemen. En dan zal je zien dat er heel veel te ontdekken is wat heel erg leuk is en dan gaat een hele wereld voor je open. Thank you.